Het is bekend, ja. VVD, ja. VVD en... zeg maar, een beetje liegen. Ja, nou ja, liegen. In ieder geval, zij zijn altijd in gevecht met de feiten. Ja, of laten we zeggen, ze hebben altijd ruzie met de waarheid. Dat is de VVD. Ja, het is altijd wat. En nu, pas geleden, weer uitgekomen met de Dylan. Ja, heb je het gelezen? Wordt niet veel over geschreven, hè? En ook op tv. Beetje mondje dicht hierover. Maar ja, het is toch uitgekomen. Want het kabinet, weet je nog, kabinet, dat viel op nareizigers. Daar ging het over. Het ging over asiel, en over, maar vooral over de nareizigers. En daar had de VVD geen zin in. Want ze zeiden, dan komen er duizenden en duizenden mensen extra in Nederland. Nou, en de ChristenUnie die zei van, wij zijn wel voor nareizigers. En hup, poem, klap, einde kabinet. Ja. En wat blijkt nu? Dat verhaal van die duizenden en duizenden nareizigers, dat klopt helemaal niet. Nee, dat is, laten we maar zeggen, gewoon gelogen. Ja, de Dylan. Want het blijkt, het zijn er maar... Er is onderzoek geweest nu door de IND. En die hebben uitgevonden, het zijn er slechts per jaar tientallen nareizigers. En geen duizenden. Ja, hoe vind je die nou? Ja, die VVD. Dat lult maar gewoon uit de nek. Dat laten we het dan zomaar noemen dan. En brengen heel Nederland in paniek. Want kabinet gevallen daardoor. En daardoor zitten we nu met alle gezanik wat we nu hebben. En er gebeurt intussen in het land helemaal niks. Alleen maar omdat ze gewoon maar dit zit maar te wauwelen. Maar vrienden, het is dus duidelijk. Als jij dus een enorme fantast bent. Hè, of jouw tweede natuur is gewoon liegen. Nee, dan moet je bij de VVD zijn.